Breda Nu. Je weet het meteen. Vandaag de opening van het academisch jaar van de Hogeschool NHTV in Breda. En dit jaar is het extra feestelijk omdat de NHTV 50 jaar bestaat. Wij gaan een kijkje nemen. ...1966-2016, dit jaar 50 jaar NHTV. Hoe is de school in die periode gegroeid? Nou, als je naar studentenaantallen kijkt, is het van 60 naar 8000. Van één opleiding naar vijf academies met een stuk of 20 opleidingen. Dus dat zijn de kwantiteiten. En verder van een beginnende instelling naar een hele bekende in Nederland. En het is nooit altijd en niet altijd NHTV geweest. Hè? Volgens mij vanaf 2001 dat het NHTV heet. Zijn er fusies geweest in onderwijsland of hoe is het NHTV geworden? Nou, het was eerst echt een toerismeopleiding. Het NDIT heette het in het begin. Toen zijn ze gefuseerd met de Verkeersacademie Tilburg. En toen zijn ze gaandeweg, zijn er meer faculteiten bijgekomen, meer academies bijgekomen, meer opleidingen bijgekomen. Toen is het zelf doorgegroeid. En we zien hier op de banieren zien we staan 50 years of excellence. Ja. Kunt u dat nader toelichten? Nou ja, de NHTV is altijd een heel goed bekendstaande school geweest. Waar in 2015 zelfs de beste University of Applied Sciences heet het dan. Beste hogeschool van Nederland. En we zitten altijd wel in de top 2 en 3, dus we doen het heel goed. We zijn een gespecialiseerde instelling met hele specifieke opleidingen waarin we uitblinken. En jullie zitten momenteel volgens mij aan de Monsieur Hopmanstraat in Breda. Ja. En er was sprake, ik weet niet of dat nog is, dat jullie naar het klooster zouden gaan aan de overkant. Hoe staan die plannen ervoor? Ja, het klooster ligt ook aan de Monsieur Hopmanstraat. Het is zo, we zitten op 4 plekken in de stad nu. Dat is aan de Hopmanstraat, de Sibeliuslaan, naast het stadhuis en aan de Archimedesstraat. We hebben het klooster aan de overkant gekocht en daar komen we allemaal samen. Dus we gaan die 3 andere vestigingen in de stad gaan we opgeven. En dat wordt onze nieuwe campus. Die gaan we helemaal opnieuw inrichten. Een beetje Amerikaans met veel grasvelden en ruimte en groen. Wordt een hele mooie plek. En wat is de toekomstvisie van de NHTV? Want we gaan 50 jaar weer tegemoet, neem ik aan. Wat voor missie heeft de NHTV? Nou, de NHTV wil, we zijn een specialistische hogeschool. En een specialistische hogeschool betekent dat we het moeten hebben van onze hoge kwaliteit. En daar gaan we nog zwaarder op inzetten. En we willen ook in internationale context echt een topopleiding zijn.